In de Schilderswijk en Transvaal heeft de politie 50 criminelen geselecteerd die extra in de gaten worden gehouden. Zo wil het korps de criminaliteit terugdringen en jeugdbendes aanpakken. En dat lijkt te lukken. Sinds de start van het project is het aantal straatroven met 20% gedaald. Het aantal overvallen nam af met 85%. Den Haag gaat de subsidie van 10 instellingen verminderen, omdat hun directeuren of bestuursleden meer verdienen dan de balken en de norm. Teveel wordt gekort op de subsidies. Onder andere Stedion, Haag Wonen, Bronnovo, Zorggroep Florence en de Universiteit Leiden moeten geld inleveren. Bijna 70.000 fans hebben donderdag het concert van Coldplay bijgewoond op het Malieveld. De band speelde tijdens het concert zo'n 21 nummers. Een van de vele hoogtepunten voor de fans was toen Chris Martin O.O. Den Haag zong. Dankzij de wind was het geluid tot in de wijde omgeving te horen.